In het verloopgereedschap van Photoshop zit nog een aardige functie verstopt. Ik laat je zien wat ik bedoel. Ik heb hier een nieuwe laag gemaakt. Ik kies het verloopgereedschap en ik klik op het voorbeeld van het verloop in het regelpalet. Standaard zie je daar gewoon effen staan, het standaard verloop. Maar ga ik nu naar het woord effen, dan kan ik ook voor een zogenaamd ruisverloop kiezen. En we zien dan een heel complex verloop ontstaan. De ruwheid, daarmee kan ik er eigenlijk lijnen mee maken. Als ik helemaal naar 100% ga, dan krijg ik allemaal lijnen naast elkaar staan. Vervolgens kan ik met een kleurmodel de kleuren veranderen. Ik kan daar verschillende kleurmodellen voor gebruiken. Kies ik kleuren beperken, dan beperkt Photoshop zich dan maar tot een beperkt aantal kleuren. Kies ik transparantie toevoegen, dan kan ik allerlei transparantie-effecten erin verkrijgen. En klik ik op willekeurig, dan krijg ik elke keer een ander voorstel van Photoshop. En zo kan ik dus doorklikken tot ik iets interessants heb. Laten we deze nemen. Ik klik op OK. En ik sleep nu van boven naar beneden een lijn. En ik heb dit verloop. Uiteraard kan ik ook van links naar rechts. En onder elke hoek slepen. Ik sleep van boven naar beneden. En omdat het op een eigen laag staat, kun je er natuurlijk allerlei dingen mee doen. Een aardige functie is bijvoorbeeld bij het bewerkmenu kiezen voor transformatie. Verdraaien. En dan kun je dat verloop helemaal misvormen tot een golvend vormpje. Het is echt een creatieve functie binnen Photoshop. Je moet kijken hoe je het gaat gebruiken. Maar het is wel aardig om er je kennis van te nemen. En zeker voor achtergronden kun je best wel leuke dingen mee doen.